Hallo allemaal, jullie zullen zijn vast benieuwd naar dit fantastische filmpje. Hierin ga ik een beetje proberen duidelijk te maken hoe je een reactievergelijking kunt tekenen met behulp van ChemSketch. ChemSketch is een programma, daar kun je moleculen mee tekenen. Ik heb het hier vast geopend. Het staat in ieder geval op elke schoolcomputer. Je kunt het gelijk direct downloaden. Het staat dan onder start en dan netwerkapplicaties, all. En dan bovenin zie je ChemSketch Free Edition. Als je mezelf wil downloaden, ga je naar Google. Dat kennen jullie allemaal wel. En dan zoek je op ChemSketch. En dan staat daar een site met ACT Labs. Klik je daarop. Dan laat hij deze site. En dan kun je hier download freeware. Je hoeft hem alleen te betalen als je het voor commercieel gebruik. Nou, dat hoeft dus niet. Je hoeft alleen je e-mail bij wijze van registratie toe te voegen als je hem gaat installeren. Nou, hoe teken je dan zo'n reactie? Dan laten we als voorbeeld nemen. Netschool, open je de studentenhandleiding en dan ga je de reactievergelijking tekenen voor aspirine. Aspirine wordt gemaakt uit salicylzuur. Als je hier kijkt, dan heb je salicylzuur nodig. Dan heb je puur azijnzuuranhydride nodig. En dan heb je geconcentreerd zwavelzuur nodig. Nou, uit je hoofd weet je vaak niet hoe zo'n molecuul eruit ziet. Dus wat doe je? Je zoekt het gewoon op en je kijkt bij Wikipedia. Wikipedia zie je hier salicylzuur. Dus die gaan we proberen eerst na te tekenen in ChemSketch. Dan ga je naar ChemSketch. Hier aan de linkerkant zie je allerlei atomen. Die kun je selecteren. De basis van het tekenen van een structuur gebeurt altijd met koolstofatomen. En later verander je bepaalde koolstofatomen in zuurstof. Dit wordt duidelijker naarmate je dit voorbeeldfilmpje ziet. Dus als we kunnen natuurlijk zelf die ring kiezen. Hier aan links zie je allerlei atomen. Maar rechts zie je ook bepaalde standaarden die je kunt hebben. Benzene is standaard, je hebt ook een cyclohexaan, je hebt ook een cyclopentaan. Daar heb je geen zin om dat zelf helemaal te tekenen, deze staan er al standaard in. Dus we zagen in de basis een benzering. Je ziet dat je er nog veel meer achteraan kunt klikken. Maar ja, dat hebben we nu niet nodig. Nou, stel dat je te veel geklikt hebt, wat doe je dan? Ctrl-Z. En dan ga je gewoon een stapje terug. En die knopje zit natuurlijk linksboven ook. Nou, doen we de basis. Gaan we kijken hoe het molecuul er verder uitzag. We zien daar deze binding zitten met een zuurgroep. En hier een OH-groep. Dus dat gaan we doen. Klikken op de koolstof. We klikken op de binding. En dan maakt hij automatisch in de juiste richting een goede binding. Mocht het zo zijn dat je dat niet hebt gedaan. Je hebt hier bijvoorbeeld een C. En je denkt, oh, die wil ik verbinden met die. Kan dat ook. En dan druk je op Clean Structure en dan maak je het er zelf. Clean Structure zit hier. Als het ware dat bolletje met die pijl. Witte pijl, rode pijl. En dan maakt hij er juist zelf een goede structuur van. Nou, er zat een zuurgroep aan. En hier zat een OH-groep. Nou, nu gaan we de juiste atomen erin zetten. Want deze structuur is niet gelijk aan salicylzuur. Dan druk je op O. Je kan ook een O typen, dat snapt hij ook nog. En dan maak je hier een O van. Hier een O en hier een O. En ik klik hier op Select, dus dan kan ik zelf selecteren. Dan kun je, als je selecteert, zie je hier onderin het molgewicht. 138,12, 7 C'tjes, 6 H'tjes en 3 O'tjes. Klik je hier, zie je 7 C'tjes, 6 H'tjes, 3 O'tjes. Je ziet de structuur precies hetzelfde is en het molgewicht ook. Dus heb je de juiste beginstof gemaakt. Als je dat eenmaal gedaan hebt, dan ga je verder. Want uit welke stof reageert die? En reageren met azijnzuuranhydride. Hoe ziet azijnzuuranhydride eruit? Dan zoek je weer op Wikipedia. Daar staan de structuurformules. Je kan ook gewoon zoeken op Google en dat plaatje gebruiken. Als je azijnzuuranhydride hier ziet, die gaan we proberen daarnaast na te tekenen. Nou, we laten reageren. Dus we drukken de reactie plus. Nou, en dan zie je, hier hebben we in de basis de structuur staan. Ik heb ze expres gesleept. En waarom heb ik dat gedaan? Om dat knopje Cleanup Structure weer goed te gebruiken. Nou, we maken daar een zuurstof van. Die zit hier. Nou hebben we in de basis azijnzuuranhydride. Dat selecteren we. We zien dat het net niet helemaal recht staat. Nou ja, wij willen natuurlijk, we houden van rechte structuren, dus we maken daar iets rechts van. Door op Clean Structure te klikken.
Stel nou dat je, als je standaard begint met dit molecuul en je gaat hem tekenen, dan staat hij ergens bijvoorbeeld scheef. Nou, hoe zorg je ervoor dat hij recht komt te staan? De bindingen komen meestal met een goede aantal graden te staan. Maar als je nog wel recht wil zetten, dan is hier het knopje Select, Rotate en Resize. Kun je op klikken en dan kun je bijvoorbeeld werken. Ga je naar een binding toe en dan kun je hem zo recht mogelijk zetten als dat jij denkt dat dat nodig is. Nou, met de pijltjes, als je op select drukt, met de pijltjes kun je hem ook nog wel wat verplaatsen, mocht je wat meer ruimte nodig hebben. Met Ctrl en de scrollknop kun je de inzoom focus veranderen. Hierbovenin zie je dat ook. Dit laten we reageren. Dus we gebruiken een reactiepijl. Er zijn meerdere reactiepijlen. Ja, als je een evenwichtsreactie doet, dan kun je dat op zo'n manier ook erbij zetten. Klik je daar op pijl. En wat maken we er uiteindelijk van? Dan zoek je op acetylsalicylzuur. En dan zie je dat aan die zuurstof daar nog een acetylgroep aan geplakt is. Die acetylgroep gaan we tekenen, maar we hebben natuurlijk geen zin om die oude structuur weer opnieuw te moeten tekenen. Dus wat doen we? We klikken op Select of Move. We selecteren deze structuur, drukken op Ctrl-C, Ctrl-Copy en drukken op Ctrl-V. Dan zien we dat we deze structuur direct ergens anders kunnen invoegen. Dat scheelt natuurlijk heel veel tijd. Jullie hebben dat natuurlijk nog nooit gedaan, kopiëren en plakken. Als we daar dan de acetylgroep aan willen plakken, dan moeten we eerst hier iets aan veranderen. Nou, en dan zien we weer, net als hiervoor, dat we hier een zuurstof nodig hebben en hier een zuurstof. Dus dat gaan we ook doen. Klik op de O. En dan hebben we hier acetylsalicylzuur. Maar wat ontstaat er als bijproduct? Bijproduct nooit vergeten. Een aantal C'tjes, H'tjes moet hetzelfde zijn als voor de pijl. En we maken daar azijnzuur. Nou, deze staat nu scheef. Dus laten we die functie die we net geleerd hebben gelijk gebruiken. Select, rotate en resize. En dan zetten we hem recht neer. Redelijk recht. Misschien kan hij nog wel rechter. Het is goed zo. Restructure. Nou, dan staat hij weer helemaal netjes. Nou, we willen hem natuurlijk op dezelfde hoogte als die andere hebben. En dat kun je met de pijltjes doen. Nou, tot zover is dat allemaal wel redelijk duidelijk. Wil je dit bijvoorbeeld invoegen in Word? Dan kun je deze hele structuur selecteren. Ctrl-C. En druk op Ctrl-V. Stel nou dat je later een fout hebt gemaakt. Je maakt nooit fouten. Maar stel dan dat je een foutje hebt gemaakt. Want als we nakijken bij deze reactie, dan zien we hier, wat was er nog bij? Geconcentreerd zwavelzuur. Hoeveel? 2 tot 3 druppels. Dus dat is katalytisch. Als iets katalytisch is, zetten we hem boven de pijl neer. Ja, die willen we er nog bijvoegen. Dus we drukken, dubbelklikken hierop en dan opent hij hem. En dan gaan we hier nog H+ bij zetten. Nou, dat doen we vaak door het te typen. Dat kan. Als je naar Draw gaat, dan zie je hier Edit Text. Dus dan kun je hier tekst aan toevoegen. En dan typen we hier H+, bijvoorbeeld. Op zo'n manier zou je dat kunnen doen. Je kan natuurlijk ook zelf een haartje klikken. Dan maakt hij automatisch een kloppende structuur van. Waterstof komt vaak niet alleen voor. Maar als je daar nog H+ van wil maken, staat hij aan de linkerkant. Staat hier nog dat je de lading kunt aanpassen. Je kunt radicaal toevoegen, je kunt de minlading maken, maar ook een pluslading. Dan druk op en dan maakt hij daar automatisch H+ van. Het heeft nog de mogelijkheid, als je dit zo doet en je drukt gewoon op kruisje, dus dan vraagt hij, wil je dit object updaten in Word? Dan druk je op yes en dan heb je zo je structuur gemaakt. Nou, onder de structuren moeten altijd de namen staan. Nou heeft CamSketch wel de mogelijkheid om automatisch een naam toe te voegen. Hoe gaat dat namelijk? Als je hier doet, dan kun je naar Tools gaan en dan kun je naar Generate.
staat er name for structure. En dan maakt hij daar 2-hydroxybenzoïzuur van. Nou, dat is een correcte naam. Dat is een Engelse naam. We willen natuurlijk, omdat we in Nederland zijn, zoveel mogelijk in het Nederlands werken. Dus deze functie gebruiken we niet heel vaak. En daarnaast hebben wij daar zelf een naam voor, salicylzuur, die meer gebruikelijk is. Nou, stel nou dat we deze, op deze structuur willen zoeken, dan zouden we deze kunnen selecteren en een van de bovenste sites gebruiken. Nou, als je bijvoorbeeld op ChemSpider zoekt, dan kun je kiezen op wat voor manier dat je het wil zoeken. Druk je op OK en dan gaat hij uiteindelijk zelf zoeken op deze structuur. Ik voel jullie spanning. Nou, en hier vindt hij, dat is salicylzuur. En er staan nog wat andere eigenschappen bij, wat de naamgeving is. Hier zie je ook het kasnummer. Als je wil zoeken op een structuur, op een stof, dan is het handig om het kasnummer te weten. Het kasnummer is altijd hetzelfde. De naamgeving kan af en toe veranderen, zoals je hier ziet. Nou, jullie willen ook graag opstellingen tekenen. Dat doen we door gebruik te maken van een template. Ze hebben bepaalde dingen als standaard ingevoegd. Dan hoeven we het niet met paint te tekenen of met potlood en deze in te scannen en te plakken als een plaatje. Dat doe je dan op de template window. En dan kun je allerlei standaard dingen toevoegen. Je kunt allerlei ketoses, suikers toevoegen. Maar wat je ook kunt doen, is kiezen voor je labkit. Nou, hier zie je bovenin dat je nog allerlei andere gedeeltes kunt kiezen. Nou, hier staat bijvoorbeeld al een hele destillatieopstelling in. Een heel bepaalde soort van reactie. Kit. Nou, en dat zie je hier ook nog meer destillaties, nog meer roermotoren, verwarmingsmantels. Analytische manier, als je een buret tekent schematisch, dan tekenen we deze. Dus op deze manier kun je dit toevoegen. Nou, en hoe je dat dan toevoegt, dan heb je bijvoorbeeld een erlenmeyer nodig. Je klikt op de erlenmeyer en je klikt zoveel als dat je er wil. Dus als je een glaskast wilt tekenen met allemaal erlenmeyers erin, dan kun je dat op deze manier doen. Dus onder templates, template window en dan bij LabKit kun je dat kiezen. Nou, zoals je ziet zijn er nog heel veel meer mogelijkheden die je dan kunt toevoegen. Dus probeer het, zou ik zeggen, voor jezelf uit. Dan kun je tenminste makkelijk een structuur toevoegen. Veel succes en als er nog vragen zijn, stel ze dan vooral niet aan mij.